Nou ja, het is eigenlijk snel en logisch. Kabinet VVD, D66, CDA en GroenLinks. Kent u die uitdrukking? Snel en logisch. Kabinet VVD, D66, CDA en GroenLinks. Dames en heren, VVD, D66, CDA en GroenLinks. Samen 85 zetels in de Tweede Kamer en 39, ik heb het uitgerekend, in de Eerste Kamer. Dus in beide kamers een meerderheid. En ik denk dat zo'n kabinet, dat het er ook binnen enkele weken kan komen. Want Mark Rutte, die maakt tempo en die kan ook goed onderhandelen. Die begrijpt de ander ook van, dat gaat heel lang. Met de Partij van de Arbeid ging het ook heel makkelijk. En de partijen die willen heel graag meedoen in de regering. En Alexander Pechtold, ja, dat wordt gewoon de vicepremier als beloning ook voor zijn steun aan het vorige kabinet. En CDA, ja, die wil hij ook wel weer eens regeren, wil ook wel weer eens een keer regeren. En GroenLinks heeft Rutte nodig, Rutte heeft GroenLinks nodig om de jonge kiezers te bereiken, het enthousiasme in zijn kabinet binnen te halen. En bovendien valt Rutte politiek en misschien ook wel emotioneel op Jesse Klaver. En alle partijen die willen graag regeren, alle partijen die ik nu opnoem, die willen graag regeren. Dus het wordt heel makkelijk, dames en heren. En we mogen blij zijn dat Nederland niet voor de extreme gekozen heeft, maar voor het redelijke midden. En ik moet zeggen, ik heb wel kritiek gehad op al die tv-uitzendingen die van 's ochtends tot 's avonds politici aan het uitlokken waren. Maar het heeft er wel toe geleid dat kiezers ook bewust gekozen hebben. Dus wat dat er gaat, zat ik fout. Ik moet eerlijk bekennen. Maar wat een opluchting dat we een kabinet krijgen waar men elkaar serieus neemt. En dat we ook weer een kabinet krijgen die erin uit gaat zitten waarschijnlijk. CDA, die kan vervelend zijn hoor. En hun PVV-verleden vergeet je niet zo gauw. Dames en heren, geniet van de uitslag. Leef mee ook met het verlies van de Partij van de Arbeid. Ik moet niet enthousiast zeggen. Leef mee met het verlies van de Partij van de Arbeid. Maar die komen sterk terug. En ook geniet van het haar zomerse weer op deze donderdag, dames en heren. De 16e maart. Ik wens u een hele fijne voortzetting. Voel je gelukkig. En ik wens u een aangenaam etensmaal met spekjes wat nog erin. Oh, fantastisch. Ik zie de zon weer schijnen.